Een minuut van Ineke. Deze keer met een bronzen beeld van Ula van Ophuizen. Ze maakte bronzen en tekeningen. Haar oeuvre bestond meestal uit menselijke figuren. Dit is een bronzen beeld van een man. Een unica, want er is er maar één van gemaakt. Als ik zo'n beeld ingekocht heb, meet ik hem op. En dan zie ik ook op de voet dat de signatuur van haar staat, Ula. Het maken van een brons is vrij intensief. Ze boetseert eerst het model. En dat wordt ingebed in een zwaardere massa. Dan wordt het verhit en dan smelt de was eruit en dan ontstaat er een soort mal. In die mal wordt het brons gegoten, mal wordt er afgehaald en dan heb je een ruw beeld met allemaal gietkanalen. Die worden daarna afgeslepen en bijgeveild. En daarna wordt het gepatineerd met een bepaalde kleur. Het is een enorm proces dus voordat zo'n beeld helemaal gereed is. Maar dan heb je ook wel wat.